Hallo lieve Steenbok, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 47, 20 tot en met 26 november. Het is een algemene reading, haal vooruit wat je nodig hebt. Lieve Steenbok, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké, het is heel erg belangrijk om echt in jezelf te gaan geloven. Om het serieuze af en toe even te laten varen, om weer echt plezier te gaan maken. Want hoe serieuzer we zijn, hoe moeilijker het soms is om stappen te gaan zetten. Het is belangrijk om uit je schuld te gaan kruipen, echt je hart te gaan volgen. En wat ik daar dan ook bij zie is, kijk verder dan wat je nu ziet. Het is belangrijk om met de golven mee te gaan in plaats van er tegenin te zwemmen. En je bent dus nu ook, ja, muziek kan je heel erg helpen. Dus je bent echt aan het onderhandelen, je bent echt onderweg. Maar geef jezelf ook de tijd. We gaan eens even verder kijken, lieve Steenbok, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Steenbok deze week verwachten? Dan zie ik ook dat je bezig bent om te kijken naar verschillende situaties. Ook naar verschillende soorten mensen. Maar dat wel belangrijk is om te gaan kijken vanuit jezelf. Dus je kan altijd leren vanuit een ander. Maar betekent niet dat het altijd meteen jouw manier is. Er zijn meerdere manieren. Daarnaast zie ik dat je zeg maar in een nieuwe fase komt. Waarin nog wel veel emoties naar boven komen. Maar dat het uiteindelijk wat meer rust gaat geven. Je zit nu nog een beetje in een soort van spiraal. Het is belangrijk om ook even tijd voor jezelf te nemen. Om even rust te pakken waar nodig is. En durf diep naar binnen te gaan met wat wil jij nou zelf. Je bent bezig om jezelf opnieuw uit te vinden. Je bent echt aan het ontpoppen, heb ik het idee. Nieuwe dromen komen naar je toe. En ja, je bent echt bijna ja, als herboren, wil ik zeggen. Dus je gaat je echt weer opnieuw anders voelen. We gaan eens even verder kijken, lieve Steenbok, naar een mooie boodschap voor jou. Ik vertrouw op mezelf. Ik ben wijs en ik ben dapper. Lieve Steenbok, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot de volgende keer.